Hey, leuk dat jullie er weer bij zijn. We zijn er weer aangekomen bij een nieuwe regiofinale hier in Hengelo. Zeker. En voordat we straks gaan beginnen aan de oh zo spannende presentaties, gaan we ze natuurlijk nog wel een handje op weg helpen door middel van de presentatietraining. Ja, zullen we maar snel een kijkje gaan nemen? Laten we dat doen. Gaan we nu even snel gluren hoe de presentatietraining eraan toe gaat. Zo, ze hebben een presentatietraining achter de rug en volgens mij ging dat hartstikke goed. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen met de presentaties. Let's go. Vandaag gaan we vertellen over ons project Floatcoat. Nou, dat hebben jullie hartstikke goed gedaan. Van toegevoegde waarde. Gaaf. Hier onder het bed ligt de tank. Hey, hoe vonden jullie dat het is gegaan uiteindelijk? Best wel goed. Ja, waren jullie trots op hoe het is gegaan op jullie idee? Ja, heel erg. Kun je nog één keer heel kort vertellen wat jullie idee was? Een borstel met shampoo erin. Nou, wij denken zelf dat wij niet meer doorgaan naar de volgende ronde, omdat er zelf al andere ideeën voorbij kwamen die wij al zelf al hartstikke goed vonden. Maar het zou wel hartstikke leuk zijn als we alsnog doorgaan naar de volgende ronde. Dat je de scherpe randen en alles, de afwerking netter is. Ja, de jury die staat daar dus en ik kan het niet laten om toch even stiekem een kijkje bij ze te nemen en ze even te ondervragen of ze er wel uitkomen. Ja. Hoe gaat het met het overleggen? Ja, het gaat wel goed. Het is altijd wel even lastig om in eerste instantie te bekijken, oké, welke behoren sowieso in die top 5. En ja, om dan uiteindelijk te kiezen wie er doorgaat naar de finale en wie niet, is altijd een beetje sneu. Maar natuurlijk is die derde heeft altijd kans op een wildcard. Dus, nou, ik zal jullie niet langer storen. Nou, succes nog! Dankjewel. De nummer 3, het Etty Hillesum Lyceum. Het winnende team is van school Jacobus Fruitier. De school, Erfgooierscollege. De nummers 3 zijn geworden het Assink Lyceum. Het Jacobus Fruitier, als ik het goed zeg. En de terechte winnaars van deze race is volgens mij ook het... Regenstein uit Rijzen. Nou ja, we zitten hier nu met de nummers 1, de grote winnaars van deze regiofinale. Ik zag jullie idee en ik zag het direct eigenlijk in elke woonkamer terugkomen. Hadden jullie niet door dat jullie idee zo goed was? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, zoals je om ons heen ziet, iedereen is al naar huis, want dit is alweer het einde van deze regiofinale. Ja, dus ik zeg tot de volgende keer. Doei! Ja, doe maar zo, ja. Shake it, shake it. Oké, sorry. Gewoon een boomerang maken ineens. Ja, ze een boomerang maken. Nee. Jammer.